Ja, Aretha Franklin was dat. Maar Goffin schreef ook voor Dusty Springfield, The Monkees en Whitney Houston. Voor het eerst in 200 jaar hangen ze weer bij elkaar schutterstukken in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Schilderijen van burgermilities die toentertijd de stad beschermden. Koning Willem-Alexander opende de tentoonstelling. Zo moet deze zaal er vroeger uit hebben gezien. Koning Willem-Alexander swiped door de schutterstukken die er in real life niet bij zijn, maar virtueel wel. Met 6 stukken is het wel gelukt ze terug te brengen in de krijgsraadzalen. Nu voor het eerst toegankelijk. Het zijn 2 zalen die zoveel geschiedenis hebben meegemaakt. Als de muren konden spreken, dan zouden ze de meest bijzondere verhalen kunnen vertellen. En om daar nu een heel klein tipje van de sluier op te lichten, dat is uniek. Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw werd het oude stadhuis vervangen. Het nieuwe stadhuis moest de rijkdom en het aanzien van de stad weerspiegelen. Het 8e wereldwonder werd het genoemd. 2 zalen werden gereserveerd voor het hoogste militaire orgaan van de stad, de krijgsraadzalen. De schutters werden vanuit hier aangestuurd door de krijgsraad. Ze vergaderden met uitzicht op de schutterstukken. Van de nachtwacht hangt hier een replica, alhoewel het origineel in het Rijksmuseum ook niet helemaal compleet meer is. Ooit moest het tussen deze 2 deuren passen. Ja, de echte nachtwacht bestaat nog, maar dus nog maar in delen. En het stuk wat er hier is afgesneden, dat is helaas nooit teruggevonden. Dus helaas. De tentoonstelling is vanaf morgen te bekijken.